Welkom bij Deze Wieke. Maar de meest opvallende reportages van Omroep Friesland van de Arne Wieke. Maar je moet onder oren de volgende onderwerpen. Ljouwerter Vleermbasis verliest honderden banen. Epke Zonderland op jacht naar eerste WK-goud. We hebben nog afwisseling dus, Joert. En hier is eerst uw selectie uit het Nijs van deze week. Koning Willem-Alexander zucht op deze Prinsjesdij nog wel jochtpuntjes in zijn allereerste troonrede. Maar het is vanzelfs crisis, dat vernemen we ook in Friesland. Joert is ook de miljoenennota van Takomier Iepenbier maken. En daarin staat dat de vleermbasis in Ljouwert op nij flink bezuinigen moet. Er verdwijnen honderden banen en ook een van de 2 F-16 squadrons. Van de morgen is het personeel van de basis in Ljochten. Nou, er is besloten om 7 F-16 jachtvliegtuigen aan de kant te zetten, om het maar even kort te zeggen. Het grootste deel van die bezuiniging op jachtvliegtuigen in Nederland die gaat voor rekening van de vliegbasis Leeuwarden komen. En dat betekent kort dat we de komende periode, de komende jaren, de 2 vliegende squadrons gaan samenvoegen en daar 1 eenheid van gaan maken. Maar vanuit die eenheid ook de kans krijgen om de opbouw van de organisatie voor de F-35 te gaan accommoderen. En ook te gaan kijken naar de opbouw van een eenheid voor onbemande vliegtuigen die op de vliegbasis Leeuwarden gaan komen. Er zijn op dit moment bijna 1200 mensen werkzaam, waarvan 1141 gevuld. We gaan in de oude reorganisatieronde gaan we terug naar 804. Dat gaat per 9 december dit jaar gebeuren. En hoeveel er daarvan overblijven in 2020, dat gaan we nog zien. Daar wil ik nu nog geen voorschot op nemen. Dat het iets minder mensen gaan worden, dat mogen duidelijk zijn. Maar dat is een proces wat we de komende jaren gaan uitwerken. En waar we echt een transitieperiode, een transitiefase ingaan. Van F-16, alleen maar F-16 op de vliegbasis Leeuwarden, naar een F-35 eenheid en ook naar onbemande vliegtuigen. Op de vleermbasis in Ljouwert stiert het verslagjaar Auke Zeldenrust. Auke, waarom hadden er zoveel mensen uit? Joert kwam de minister dus met een nieuw plan nog eens een keer 350 miljoen euro bezuinigen, 2400 baanverlies. Ja, daar kan Ljouwert natuurlijk net aan ontkomen. Wat betekent dit voor de basis? Ja, dit heeft wel consequenties hè, voor de basis. Hij zei het al, de commandant, we verliezen F-16's, sommige vliegtuigen. Er komen ASM wel JSS voor weer om. Maar er wordt dus opgebouwd, de verdienen taken richting Volkel. En ja, er zullen mensen uitmatten. Er zijn al getal neemt, hij wil ze nog net nemen. Maar van die 800 die uiteindelijk overblijven, zullen nog meer mensen hun baan verliezen. En nou alweer F-16's? Ja, werd F-16. En als die betekent dat ongeveer 20 jaar geleden begonnen wij of Nederland met 213 F-16's. Dat is opgebouwd. Er binnen nu nog haast zondag. Nou, dat wordt verder opgebouwd. Dus ja, er is ook heel iets minder werk op zijn vleermbasis. En ja, dat zullen de mensen vernemen straks. En wij vonden van een beetje in Den Haag wat reacties op. Ik leg me er pas beneden als het onomkeerbaar is. En dat is het nog niet. En zelfs binnen Defensie zijn de getallen nog niet zeker. Omdat ze ook zelf nog bezig zijn met allemaal herverdelingen. Dus het is, wat er nu aankomt is substantieel. Misschien blijft het dat ook. Maar we gaan in ieder geval alles doen om het te beperken. Op dit moment zal er onderhoud verplaatst worden en bepaalde staffuncties verplaatst worden van Leeuwarden naar Volkel. Maar veruit de meeste werkgelegenheid die er nu is in Leeuwarden die blijft. En ik zie ook kansen voor de toekomst. Dus ik heb echt wel goede hoop. Komen er ook JSF's naar Leeuwarden? Er komen zeker ook JSF's naar Leeuwarden, maar voorlopig is het nog niet zo ver, want naar verwachting hebben we pas de eerste JSF in 2019. Ja, ik ben heel erg beducht voor de positie van de luchtmachtbasis in Leeuwarden. Nu de 5e werkgever van Leeuwarden, hoe zou dat morgen zijn? Hoe zou dat overmorgen zijn? Nu 1100 man, 1100 vrouwen die hun gezinnen kunnen voeden met gewoon belangrijk werk voor Nederland. En nu vandaag weer het verhaal, extra ontslagen bij Defensie bovenop de grote getallen die er zijn. Het begint echt onacceptabel te worden en voor Friesland heel penibel. Ja, de kogel is dus toch dit cirkel. Het kabinet wil 30 JSF-straaljagers oorschaffen. Hoe wichtig is dat die in Ljouwert stationeerd worden? Nou, wel heel wichtig, zei de commandant Joert. Want ja, de JSF redt eigenlijk de toekomst van de vleermbasis Ljouwert. Zonder de JSF hier waarschijnlijk die west hier in Ljouwert. En ja, omdat die vleertuigen onderschaft worden en waarschijnlijk verdeeld worden zullen tussen Volkel en Ljouwert, is er weer toekomst. Want daar hebben we mensen voor nodig, er is onderhoud voor nodig. Ja, het kost het je negatief, maar van die discussie, bloot Ljouwert, Iepen of net, daar hebben we nou eindelijk van oor, zei de commandant. En dat waard van de
morgen terug het personeel ik als jinnig positief puntje ervaren. Friesland heeft toen juster een eigen ambassade in Den Haag. Voor een weekend. Alles in het teken van het eerste Prinsjesfestival. Zag je juster het nieuwe Prinsjesfestival van start in Den Haag. Elke jaar zal op het festival een provincie centraal staan. Nou is dat Friesland. Daarbij heeft ook een wiere ambassade, die het juster officieel iepen is. Een goede zaak voor ons provincie, vindt politicus Jack de Vries. Nou, we hebben zelfs een discussie nu in het land vanwege de vaststelling van dit kabinet om wat oortje in provincies aan te zetten. En ik denk dat het heel goed is, juist in de weekend van Prinsjesdij, dat provincies de kans krijgen om zichzelf te profileren en op de kaart te zetten. Want ik zou het heel jammer vinden dat Friesland net meer besteedt zoals een zelfstandige provincie. De ambassade zal hem ook inzetten voor het Friese bedrijfsleven. En dat kan Joert direct naar een feestje. Want EcoStyle uit Appelskeer krijgt vanmiddag in Den Haag een 5-sterren certificaat uitreikt voor het idee van een dwarsen bedrijvenpark in Eerstelling Werf. Hoe ver ben je nou in de praktische ontwikkeling van het terrein? Er zijn best volle partijen die zich oriënteerd hebben. Die zeggen, nou, we moeten het eerst naar Marcien. Het is dan een bijzonder verhaal, eerst Marcien, of het überhaupt lukt. Nou, nu stellen we vast, het gaat on, het lukt. Nou ja, dan krijg ik wel weer interesse van partijen die zeggen, nou hek je wel aan. Januari Stakemier zal de eerste scheppen de groen in voor de onlist van het bedroeven terrein. Er wordt al een paar maanden hard werken aan de weropbouw van de afbaande moenen van Boerum. Moenenwindlus baan de eerste peerskedij 2012 aan. De onderdelen van de moenen worden in het Gelderse Aalten op een ei maken. Dat gebeurt door een speciaal bedrijf dat moenen Oeralwaai restaureert. Na een week worden de onderdelen naar Boerum gebracht. De romp, het achtkant, een hele grote houten constructie van meer dan 15 meter hoog. Die maken wij prefab in de werkplaats en vervolgens plaatsen we hem op de bouw. Wij gaan het hele binnenwerk maken, alle tandwielen, alle assen, alle spillen, maalstenen, zeverij voor de pelinrichting. En we gaan het hele wiekenkruis maken. Het is bijna een heel nieuw molen maken, alleen met zoveel mogelijk oude onderdelen. En dat komt toch niet vaak voor, het zijn vaak deelrestauraties. Waren er nog onderdelen die jullie konden gebruiken? Ja, uit de restanten, uit de ashopen zijn binnen de eerste twee weken of eerste week al diverse onderdelen uitgeselecteerd waar misschien nog goed hout aan zit. Vooral van binnen, als het niet doorgebrand is, dan is het nog te gebruiken. En heel veel ijzeren onderdelen. Zelfs bij het tandwiel, in dit geval het spoorwiel, daar worden de ijzeren verbindingstukken tussen de velgdelen, die worden weer gebruikt, die zijn rechtgemaakt. De bouten moesten vernieuwd worden. Ook al is het maar een ijzeren verbindingsstrip, dan wordt die nog weer gebruikt. Ik ben nu bezig met het boventafelement. Dat komt boven op de achtkant stijlen te liggen. En daar komt de kap eigenlijk weer bovenop. Ja, je gaat natuurlijk van foto's proberen om de molen zo goed mogelijk na te maken. Volgende week, dinsdag, wordt hij geladen hier in de werkplaats. En woensdag en donderdag zijn we daar om het achterkant af te laden en de twee vaste binten in elkaar te slaan. We kunnen richting voorjaar kunnen we met de buitenkant, met wieken en de kap aan de gang. Dus in de loop van het komende jaar staat er toch weer een complete molen. Een paar reportages uit het Nijswindad van de Arune Wieken. Zoek voor meer Nijs ergens op je website omroepfriesland.nl. Tiet nou voor de sport. Epke Zonderland is drok in tarieding op het WK over twee weken in Antwerpen. Grut doel is daar het goud op het rek, want wereldkampioen dat mist nog op zijn palmares. Pas in juni begon Zonderland weer echt voluit te trainen naar zijn Olympische goud van verliezen hier. De studie en ek orenverplichting kregen even de prioriteit. Epke Zonderland had het ritme van 10 keer in de week trainen weer oppakt. Het is woensdagmorgen 8 uur. Epke meldt hem bij trainer Daniel Knibbeler. Er zit een hersteltraining op het programma, want Zonderland is net 100% fit. Ouder dan de week aan hier kijk ik al wat verkouden. En
Ja, dan is toch die wedstrijd tussen gisteren even doorheen. En dan nou merk ze dat ze er even een nijsleep krijgt ervan. Dus nee, ik moet even rustig aan doen. Want wat vernimst dan? Het is wel juist de wereld wat meer. Ik wat holopine en wat griepig gevoel. En nou is ik gewoon wat verkouden en wat vermoeid. Dan merk je wel dat het impact heeft op je lichaam. Dus dan is het het beste om die rondte te gaan om te herstellen. Want als we het terug in is, als het oud aan de week gaan, dan is het nog even van huis. Hij maakt het hem net de meeste zwaargen. Gewoon rustig terugtrainen. De vraag is of hij fysiek op tijd klaar is voor het WK. Want de Olympisch kampioen traint nog net zo lang op 100%. Ja, vanaf juli heb ik mijn studie stopzetten. In ieder geval de laatste trainingen voor het WK heb ik fulltime bij de sport bezig kunnen wijzen. Het gaat bij hem eigenlijk alleen maar om zijn fysieke fitheid. Je moet gewoon een bepaalde explosiviteit en wat kracht in dat lijf hebben om die elementen überhaupt te kunnen maken. Maar coördinatief zit dat er gewoon in. Dus als hij goed fit is, dan kan hij het altijd. Toch vindt Sonderland het dreig om de trier weer op te pakken nadat de focus even volslaan op de studie lag. Ja, het is wel een hele omschakeling geweest. Maar goed dat we een bewuste keuze dit hier om meer in de studie te investeren. En eigenlijk deze man heeft pas de trainingen dus echt super fit bent. En ik net elke keer. Maar nu pas komt die vorm waarom. Dus dat duurt wel even voordat we echt die vorm zijn. Opvallend genoeg zocht Daniel Knibbeler er hier los in aan. Hij vindt dat zijn pupil verbazingwekkend vlug weer op niveau kwam is. Ik had wel inderdaad gedacht dat het een wat langere weg zou zijn. Maar hij heeft natuurlijk in dat jaar wel zijn lijf goed onderhouden. En wel voldoende blijven bewegen in ieder geval. En er zit door al die trainingsjaren zit er bij hem al zoveel informatie in dat lijf. Dat heeft hij zomaar teruggehaald. Dus op het gebied van weer op kracht te komen, coördinatief weer op orde alles hebben. En de ervaring zit er ook in, dus dat ging verbazingwekkend gemakkelijk eigenlijk. Nu komt het, de drie combinaties. Daar is de eerste en de tweede en de derde. Jawel, hij heeft geflikt. Drie vluchtelementen op rij. Sonderland stil op het WK net dezelfde rekoefening turnier als op de Spelen. Hebben we het krijg iets zoals? Ik heb de 10 elementen die ik op de Olympische Spelen die zitten nog steeds in. Ik heb 4 vluchtelementen, waarvan de eerste draaien achter de cabine, zoals de meesten wat witte. En eentje die we dan letten op de oefening los. En nu kies ik ervoor om de eerste 12 vluchtelementen aan elkaar te combineren, dus die doe ik achter elkaar. Dan wijs ik een paar tussenslingers en dan doe ik de volgende 12 ik weer achter elkaar. Geen draaien vlechtelementen achter elkaar dus, maar zo'n orenturners daar nou misschien wel mooi komen. De concurrentie is er in elk geval maar dwaande. Ik heb een paar filmpjes gezien, inderdaad. De eerste weer van Bardolo, turner uit Nederland. Die wie er als eerste bij. En vierde heb ik inderdaad wat meer combinaties gezien van verschillende vluchtelementen. Een jongen uit Oostenrijk. Oostenrijk die voor mij traaien vluchtelementen achter elkaar ding. En uit Japan ik traaien achter elkaar. Dus inderdaad, ze binnen er wel mee bezig. Maar die traaien van de Olympische Spelen, dat zal net gebeuren, denk ik. Wat de concurrentie ook docht, Sonderland had maar zien oefening, maar in je doel. Als het goed is, is het de hoogste uitgangswaarde die we turnen. Dus dat is dan met voldoende wijze om wereldkampioen te kunnen worden. En dat is natuurlijk mijn doel. Aan de voet van de Oordehou keert een oude sneeuw 30 hardklasse keertjes haar laatste partij van dit seizoen. In het rand van het 100-jarig jubileum waren er net keerst op het terrein van Sonneborg, maar echt in het skaat van de Skeve Tour, midden in de stad Ljouwert. Een week lang hebben we 10 ton vrijwilligers dwan de West om onder voet van de Oordehou een nagelnije gasmattedeel te lezen. Het is een onwerkelijk, maar ook een prachtig gezicht. Van onderen, maar ook van boppen. Want als je boppen op Oordehouw steen dan zorgt het er sa uit. Toch had vastzitter Robert Roosjen min slept. Vrede nacht voelt het wetter mij bakken uit de loft. En Roosjen maakt het in bot zwargen of het field saffele wetter wil onkeen. Ik heb een nachtmerries van had vandaag van over het weer en het water wat allemaal vallen is. Maar het veld is prachtig en prachtig mooi bespeelbaar.
En ook de keertsers zijn razend enthousiast over het keertsen onder de skeve toer van Ljouwert. Mooi, ik ken het natuurlijk. Ik ben Ljouwert van oorsprong en ja, de mooie keertsen onder de oordehouder. Nou, dat is machtig vanzelf. Skitterend, hè? Ik vind dat de oordehouder eigenlijk volle mooie bijlooit. Gewoon dat contrast van het gas en die rere skin, ja, skitterend. De oordehoudpartij is traditioneel de laatste partij van het seizoen. Voor Volkert van der Wij betekent het ook een eind van een lange keertscarrière. Hij neemt oorski van de sport. Van der Wij, beleven zijn sportieve hichtepunt in 2003, doet hij met Karel Nijman en Johannes Dijkstra de PC won. Dat weer helemaal uit het niets en samen met Johannes en Karel. Ja, dat vind ik dan wel het mooiste moment in mijn hele carrière. Is het dan nog, ik dacht, tijdens die PC, dat je zegt, als ik daarom denk, omdat ik aan die PC denk, ja, dan is dat toch eigenlijk wel het moment? Nou, dat denk ik toch aan die bal die Johannes opslaat op... Op 4-4 zoals ik en die dip achterin en teken denk dat die kweer gaat en uiteindelijk wordt 4-4 in de league. Dan is dat wel het moment waarop wij denken de PC uiteindelijk in woon. En zit het doel bij Johannes Dijkstra tussen die hier. Brengt hem heel diep. En hij brengt een simpel. En dan mooi is het dat je wat horen. Jongen, chapeau voor Johannes Dijkstra. Het betoer dat dit seizoen de meeste overwinnings pakt is dat van Gaetane van der Bos tegen Triemstra en Daniel Iziger. Overkeer wint zij de sterkste. En toch moet de mooiste overwinning van dit seizoen van Daniel Iziger nog komen. Mocht ik de Oordehouder winnen kennen, dan zou dat wel een heel mooi moment wijzen. Dus eigenlijk moet die mooiste moment van dit seizoen maar eigenlijk nog komen. Dat is pas om Jelve Saizen eigenlijk. Saizen woorden. Ah, dat zou wel heel mooi wijzen, maar dat zou wel een prachtig mooi moment wijzen, ja. Cornelis Terpstra en Reense Pieter Hiemstra keert ze op deze dag met Tjesse Steenstra. Op papier een sterk partour, maar ze verliezen toch in de hele finale verrassend van de partour van Pieter Bakker. Maar toch kan het seizoen van Hiemstra net mistikken. Reense Pieter beleven zijn finest moment dit jaar op 31 juli. Ja, nou ja, daar hoeven we niet om te heen te draaien. Ik heb het 8 keer geprobeerd en de 9e keer mocht ik de PC winnen met Johan en Hielke. Dat is absoluut het hoogtepunt in mijn seizoen en in mijn carrière uiteraard. En is daar de concentratie bij Johan van Mullen die toch een gouden onrein neemt. Dan volgen Sint Paul en de bal gaat erachter in de bal. Of je die kweer? Ja, het is de overwinning van Johan van der Meulen. Oh, wat zal daar de emotie druk bij wijzen? Als ik één ding moet noemen, is de focus die wij alle drie de hele dag hadden. Dat heb ik het seizoen verder niet weer zien. En ik denk dan dat het ook zo wezen moet dat wij die dag echt met z'n drieën zo piekt hebben. Want dat hebben we niet weer gedaan. En dat is dat we in mijn beleving het seizoen ook beter, eigenlijk beter wezen met ons partuur. We hebben gewoon te meer won. De PC van dit jaar is ook voor Cornelis Terpstra een dooi om net goud te vierten. Terpstra kreeg in 2006 een slim ongeluk. En daardoor had hij jarenlang net sporten kind. Pas in 2011 maakt hij een voorzichtige entree op de keertsvelden. En dit jaar is Cornelis Terpstra voor het eerst weer waarom op het Sjoekeloorn. Natuurlijk die hele finale, dat we dat winnen. Het is in het partij van Gert Amendy. Dat is natuurlijk een heel speciaal moment. Dan die ontlading, zeg maar. Er zit zo'n soort spanning die het erop bouwt. En zo'n soort focus en zo'n soort beleving die staan in zijn wedstrijd gooist. En ja, wat dan de laatste slag west is, dan die ontlading en dan een mooie partij. Daar heel even van genieten. En tegelijkertijd, ik weet dat je weer verder moet. Ja, dat zijn wel hele speciale momenten. Cornelis Terpstra, daar komt er. Op die Soysfjouwen brengt de bal voorin. Oh, hij zit erin. Daniel Iziger doet de bal stuitje. Dan kan tegen Triemstra er net niet bij. En dan is de finalist vorig jaar de premie. De rode favorieten voor deze 160e PC. Het op papier sterkste partour hier op de Oordehoudpartij is het partour van Gaetane van der Bos, Matten Veenstra en Daniel Iziger. Maar ze houden het maar dreigd in het partour van Teke Triemstra, Pier Piersma en de oorskiernemende Pieter Bakker. Het is 4 voor metraaien en 6 geliek. Het partour van der Bos zit op de deer. Pieter Bakker en die opslag valt centimeters. Het scheelt hier neer, maar hij valt krek boeten. En daarmee wordt het 4-4. Het is het absolute kantelpunt in deze partij. Want deze klap komen ze net meer te boppen. Het is 4-4 de gliek. En Skinnesois, Pieter Bakker met de opslag. En ook die valt boeten. En daarmee wint het partij van der Bos, Matten Veenstra en Daniel Iziger de oordehoudpartij. En daarmee had Daniel Iziger zien hichtepunt van dit seizoen te pakken. Jeetje Minneman in deze setting. En ja, nog nooit woon. Zo'n finale uiteindelijk. Ik nog 4-3 achtertje in een heel sterke partij. Dit goed keerst. Ja, wij kiezen het weer goed, maar we komen wel achter en we komen bij met Willem. Fantastisch. Ja, mooi.
Je zoekt nooit deze week met de beste en meest nieuwsgierige reportages van Omroep Friesland van de Arne Wieken. En dat besluit het leukste uit hier. Je mag wel opzetten. Ja. Oh, het is correct een shirt er joh. Ja, dat. Is die van jou, die liedje? Ja. Ja? Ja. Niet rustjes kringen. Kom maar correct. Hey. Wat vind je ervan, Joet? Oh, prachtig. Ik ga nog nooit samen op station. Nee? Nee. Oh, nooit? Nee, samen het net, maar al die wijn. Doei. Doei. Het gaat goed, mami. Ja. Ja, ik ben nog net zo fier dat het nog komt, maar het komt er al. Oké. Ja. Het is wel wat een nakomelingetje zeker, of net? Ja, maar dat heet het niet. Die wordt wel groot, ja? Ja, die wordt wel groot. Daar passen we wel op. Hè? Ja, ik ga zien horen en daar kan deze ook nog wel bij. Zien? Ja. Nou, dan is dit de laatste. Ja, zo. Zullen we maar lekker niet. En zie je hem jongen nog een pimpel? Nou, dat denk ik wel. Op een moord hadden we dat echt nog. Even een bestensisje. Bestensisje bij ijs. Aha. En dan nog wat droog, wat fris of gewoon puur bessen? Nee, bessen maar ijsblokjes. Ijsblokjes? Ja. Oké. Okay. En hoe vol dan? Nou, dat zie je dan. Hè. Je kan je niet rennen. Nee. Ik denk van nou altijd wat leuke kerels binnen of zo. Ja, wist. Dus het is een lange nacht niet verder. Nou, doe dat maar. Het verhaal wie zag in 2011 hebben leverbot in de domen hangen. En ja, dat hek angst iedereen wel eens een keer. Maar nu ging het zelf vreselijk raar. We moeten ingrijpen. Het ben ik op een vrijdag aan een dode dokter naar de wolf in wezen bewest. En toen we weer thuis kwamen, toen lag de 136 deer in het kurken. Toen dacht ik, nou kan ik een scherper pakken en ik bedoel je die. Maar ach, die doe die wie altijd trouw. Die, als die op een vlucht van 1000 kilometer zijn, die wie altijd eindelijk wel op die tussen. Toen dacht ik, omdat we hier bij in Wielwood zitten, maar die mummies. Misschien kan dit ook wel wat worden. Dus ik had gewoon in het kurken lezen laten. Ik heb ze in het haltje van Douwe Hakdel zetten. En dat weer. Ik had nooit rookt. Ik had nooit gemaken zien. Zo stond het net zeggen in die puinhoop. Tot een paar maanden weer waarom. Toen zei mijn vriendin, hoe is het maar die dou? Shit. Ja. En toen hebben we de boel weer opzacht. Thank you.
En dit is dus al twee jaar daar. Dit is al twee jaar daar. Onkomende oktober is het twee jaar daar. Onvoorstelbaar? Ja, het is ik onvoorstelbaar. Ja, zou je hem krijgen, zien, hem in eigen doen, daar is hem deze tijd net te volle maar aan. Maar deze zit nou gewoon mooi in de veer. Dus hij zit er nog beter uit als je lipje in het doen? Op dit moment wel, ja. Ja, en deze ben ik lekker goed gekeken, hè. Ze vreden ze soep ik niet meer. Nee, het is uniek. En heb je hier een verklaring voor? Nee. Nee. Ik heb hier geen verklaring voor. Ik wou dat ik het verklaren kon, maar nee, ik weet het nou. Maar jij hebt er niks aan niet vinden? Nee. Nee. Helemaal niks. En er werd dan wel beweerd, het had maar die luchtstroming in die mummetje kelder te maken. Maar als je dit aan zorgen, nou, dit had net in de mummetje kelder lijn. Dit had gewoon in een haaltje van mijn doorhak lijn. Dus. Zeg maar. En we hebben er eigenlijk nog een Egyptische gebeuren hingen. Nou ja, dat is ik een mysterie, zeggen ze daar. Nou ja, een mysterie onder de wand en een mysterie op de tafel. Die mummies zijn er al eerder. Het ben je allemaal, het ben je alleen maar mummies. Als ze s'nachts naar u gaan, dan ben ik van die mummies. Ja. En dat wie het alweer, het leukste en beste van Omroep Friesland van deze weekend.